Gisteren tijdens het programma Lala, tijdens een exclusief gesprek met Roy Bikari, politiek deskundige en voorzitter van de Progressief Verheffende Partij, Steven Al-Faisi, voorzitter van de politieke partij Democratie en Eenheid, en Ruben Del Prado, voorzitter van 597 Netwerken, werd er aan Steven Al-Faisi, voorzitter van de politieke partij Democratie en Eenheid, gevraagd hoe de samenwerking tussen Doe en Alternatief 20 is begonnen. Direct na de verkiezingen van 2020 hebben we besloten dus om een MOU te tekenen. Dus het was nog geen samenwerkingsovereenkomst, maar het was een memorandum van samenwerking. Omdat we ook daarvoor gesprekken hadden gehad, dus voor de verkiezingen. Maar we waren dus toen niet tot het punt gekomen voor een samenwerking. We zagen wel dus dat we heel veel gemeen hadden. Ja, er waren dus enkele verschillen. Die verschillen hadden ertoe geleid dus dat we dus niet hebben samengewerkt. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar het groter doel, het algemeen belang, en je wordt rijper ook in de politiek, dan moet je in staat zijn, als het geen ideologisch verschil is, fundamenteel, moet je bereid zijn om water in de wijn te doen om te zeggen van oké, laten we dus de verschillen parkeren. Omdat de overeenkomst veel zwaarder wegen en veel meer zijn dan één of twee verschillen. Dat heeft ertoe geleid dus dat we direct na de verkiezing zeggen van oké, laten we elkaar aanvoelen en een langer traject met elkaar bewandelen. Dan zien we wie is, hoe we denken van elkaar, maar hoe we in elkaar, onze DNA in elkaar zit. Dus dat hebben we gedaan. En er is sprake van een heel goede samenwerking. Het is sommige momenten heel spannend, gaat het spannend eraan toe. Het is geen koek-en-ei situatie, maar de focus is in feite dus het algemeen belang te kijken wat we voor Suriname kunnen betekenen. Je stelde nog een vraag. Ja, gaan jullie onder één kop? Ja, we hebben, dat is een van de zaken waar we uiteindelijk hebben besloten. Wij ook als Doe, en zeker als iets een partij die langer bestaat. We bestaan al 25 jaar. Recent zijn we 25 jaar geweest. Hebben we gevierd. Ruben was ook op bezoek bij onze jaardagsviering. Dat is 2 december, maar we hebben het gevierd afgelopen zaterdag. In die bespreking die we hebben gehad, hebben we besloten onder de paraplu van A20 te gaan op dat moment. Omdat wat we hebben geleerd voor 2020, is dat iedereen wil in feite handje de voorste zijn. Iedereen wil een lijst aanvoeren. En nu met het gegeven dus dat er geen pre-electorale combinaties mogelijk zijn, zoals toen, wil iedereen de lijst voeren. In principe zeg van, op mijn lijst. En dat maakt in feite dus dat je niet het groter belang dus niet de ruimte geeft om zich uit te kristalliseren. Omdat je zit te bakkeleien over koetjes en kalfjes en kruimels, terwijl het algemeen belang daar staat. En wij, natuurlijk beide partijen, maar een van de fundamentele dingen hebben we gezegd van, laten we niet kijken zozeer naar de lijst, maar kijken dus naar wat we samen kunnen bereiken. En we hebben toen gezegd van, ja, jij uiteindelijk na lang onderhandelen, oké, je mag de lijst zijn welke we gaan gebruiken, maar anderszins gaan wij dus de lijst aanvoeren als Doe. Dus er komt iemand van Doe op plek nummer 1. Maar ook de verdere in plek nummer 2 A20 en daarnaast gaan we dus gezamenlijk verder invullen. En dan mogen er ook andere kandidaten zijn, andere partijen die met ons samen willen werken. Dit gezegd hebbende, hebben we continu gezegd van, er is ruimte voor samenwerking ook met andere partijen. Toch? Dus het is niet een gegeven dus dat we zeggen van, het is Doe en A20 alleen. Nee, juist moeten we, en ik noem onszelf altijd, ik zet altijd tussen alles en sluittekens, dat ik, wanneer ik zeg over zogenaamde kleine partijen, omdat als het gaat om ideeën, en kernwaarden, daar zijn we niet klein. Maar als het gaat om middelen om te doen wat we willen doen, dan kan je zeggen dat we klein zijn, toch? In dat kader moeten we dat plaatsen. Hebben we gezegd van, ik denk dat de meerwaarde van partijen met weinig financiële, vooral financiële resources, maar ook human resources, dat we bij elkaar komen. Maar vooral niet elke kleine partij of elke partij, maar vooral partijen die progressief zijn.
weet je, en gemeenschappelijke zaken hebben. Weet je, het progressieve moet in feite leidend zijn. En laten we kijken hoe we met elkaar kunnen samenwerken om uiteindelijk die om een keer te kunnen brengen in de Surinaamse politiek, maar ook in het bestuurlijke. Zodat we daadwerkelijk en uiteindelijk die duurzame ontwikkeling kunnen krijgen die we zo lang zoeken en waar we naar we hunkeren. Dus dat is een beetje in het nutshell. Ik praat veel, ik kan veel praten, maar ik hoop dus dat het sens maakt als ik praat. In hoeverre heeft deze beslissing die jullie hebben gemaakt? Ik blijf nog heel even bij meneer Afaisi. Ik vind het heel nobele daad dat zij het algemene voorop stellen om te zeggen ze gaan onder de paraplu. Ja. Dat is een manier om inderdaad het belang van Suriname te doen. Ik vind het geweldig. Maar heeft deze beslissing, had het enigszins iets te maken met de kritiek die Doe ook heeft gehad van hun participatie in de NDP-regering? Nee, het heeft daarmee niks te maken. Ik wil niet in detail gaan over dus de argumentatie van beide kanten. Maar duidelijk is dus dat iedereen ervan uitging, dus dat Doe de lijst zou aanvoeren. Aanvoeren niet in de zin van plek nummer 1, maar in de zin van dat we de lijst van Doe zouden gebruiken. Vanwege onze ervaring. We hebben voldoende ervaring, bestuurlijke ervaring, ervaring op het niveau van DNA. 10 jaar lang hebben we een vertegenwoordiger gehad in de DNA, plus 25, we bestaan 25 jaar. Dus dat zou in feite voor de hand liggen. Toch? Dus dat mensen zouden zeggen. Want aan de andere kant heb je dus A20, dus die nog jong is. En je kan zeggen, als het gaat om het bestuurlijke partij zaken, dus dat ze ook relatief jong zijn. Dus er is voldoende argumentatie om te zeggen waarom niet en waarom wel. Maar belangrijk is dus dat je niet daar blijft steken. Weet je, dus dat je in feite dus voor het algemeen belang, het groter doel dat je zegt van dat moeten we overstijgen. En uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen. Het feit dus dat we meegedaan hebben in de regering en al heel gauw eruit zijn gestapt. Binnen 1 jaar waren we eruit. Het waren daadwerkelijk goede bedoelingen waar men in feite die stap heeft gemaakt toen ik heb het gezegd. Het waren goede bedoelingen omdat je denkt van iemand kan niet zo... Nee, ik was dus niet echt actief, maar het is de partij die ik vertegenwoordig. Ik ben voorzitter van de partij. Waarbij daadwerkelijk je zegt van de inborst van iemand kan niet oneindig slecht zijn. Die moet wel het goede willen. En daarvan zijn we de partijmensen toen uitgegaan, de leiding toen van de partij uitgegaan, zegt van die moet wel het goede eens willen. En daar zullen wij onze bijdrage leveren. Maar het blijkt dus dat de DNA van de mensen niet aan verandering onderhevig waren. Weet je? En dat ze in principe hun slecht karakter hebben getoond. En vooral als het gaat om corruptie. Want wij zijn bekend als een anticorruptiepartij. En we hadden afspraken daarover. En vanaf uur 1 hadden we door dus dat men niet van plan was om corruptie terzijde te leggen. En die djugu begon tussen ons. En toen hebben we gezegd van we kappen ermee, omdat dat niet de afspraak was. Dus in principe zeg ik van, de maikier Doe, weet je. Maar in feite zou je Doe als partij moeten schragen en zeggen van, die hebben wel gedurfd om te zeggen als eerste partij om eruit te stappen, omdat niet voldaan wordt aan de afspraken die we hebben gemaakt. Ik corrigeer je ook niet. Zouden we dan kunnen stellen dat goedgelovigheid een van de fouten is geweest die de Doe heeft gemaakt destijds en tijdens de samenwerking met de NDP, want daar praten we eigenlijk over. Ja. En hoe heeft dit de geloofwaardigheid van de partij dan beïnvloed uiteindelijk? Het heeft impact gehad, negatieve impact gehad op de in feite dus draagvlak van de partij binnen de samenleving. Maar daarvan moet je bewust zijn dat de impact zal hebben. Omdat het dus niet heeft uitgepakt zoals je dus daadwerkelijk de bedoeling is geweest. En de resultaten dus, die liggen er niet om. Want we zijn dus niet teruggekomen na de verkiezing van 2020. In feite was het als het ware dus de samenleving of de achterban heeft in feite gezegd van we zijn afgestraft op dat vlak van je hebt dus in feite ons meegenomen in een avontuur, maar met alle goede bedoeling. Maar feit is dat je correctie hebt gepleegd. Dat moet je altijd, weet je, waar er niet gewerkt wordt,
daar worden er geen fouten gemaakt. Maar je moet mans genoeg zijn om te zeggen van, hé, daar zijn we verkeerd geweest en we hebben geleerd uit de situatie. Het gaat ons geen tweede keer overkomen.